Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video en in deze video wil ik gewoon weer eens gewoon gezellig gaan zitten kletsen. Dat is al weer een tijdje terug. Mijn laatste kletsvideo heb ik gemaakt op 31 december afgelopen jaar. En daarbij keek ik terug op het afgelopen jaar, dus op 2018. En we zijn nu eind maart, 22 maart om precies te zijn, dat ik deze video opneem. En in die maanden is er eigenlijk ook wel weer een hele hoop gebeurd. Dus ik wil eigenlijk een beetje stap voor stap daar doorheen gaan. Gewoon jullie weer eventjes een beetje op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt in mijn creatieve wereld. Allereerst wil ik eventjes beginnen met gewoon wat algemene dingetjes rondom mijn kanaal, maar ook website en Instagram en al dat soort dingen. Want ik heb dus nu niet alleen een YouTube kanaal, waar jullie dus niet naar kijken, maar ik heb ook een website aangemaakt, mikescreatievewereld.nl. Ik heb ook standaard onder elke video in de beschrijving de link naar die website staan. En op die website ben ik ook onder andere begonnen met bloggen. Dus ik schrijf met enige regelmaat, als ik er ook aan denk en zin in heb, een stukje op die site. En dat kan over van alles en nog wat gaan. Het recept bijvoorbeeld van mijn toetje, waar ik ook de video van gemaakt heb hier op mijn kanaal, die staat op die site, op het blog. En ik heb een keer een review geschreven van een boek en van de e-books. Dus ja, eigenlijk schrijf ik een blog als ik iets in mijn hoofd heb zitten wat ik dan ook graag delen wil. En ik wil hem uiteindelijk ook gaan gebruiken als kijkje achter de schermen. Om jullie een beetje op de hoogte te houden wat zich allemaal afspeelt in mijn creatieve wereld. En ook mede daarom heb ik een Instagram-account aangemaakt. Mike's Creatieve Wereld heet ik ook daar. En ook die link vind je hieronder in de beschrijving. En het Instagram-account heb ik eigenlijk aangemaakt omdat er toch wel vaak gevraagd werd aan mij van waar kan ik mijn projecten laten zien die ik heb gehaakt aan de hand van jouw tutorials. En heb je een aparte Facebook-groep? Ga je een aparte Facebook-groep starten? Nou, daar kan ik heel kort in zijn. Nee, ik ga geen aparte Facebookgroep starten. Ik ben, zoals velen van jullie misschien ook wel weten, een van de beheerders van de Facebookgroep Fornes Creaties. Forne is natuurlijk nu omgedoopt tot mijn haakmoeder. Zij heeft ook natuurlijk haar eigen YouTube kanaal. En ik ben dus een van de beheerders van haar Facebookgroep. Nou, en op die Facebookgroep kan je uiteraard ook gewoon al je werk laten zien wat je gemaakt hebt aan de hand van mijn tutorials. En omdat ik daar beheerder ben, weet ik dus ook hoeveel tijd en energie erin gaat zitten om een Facebookgroep te beheren. En dat wil ik dus gewoon niet gaan doen. Daarom komt er geen Facebookgroep, geen Facebookpagina van Mike's Creatieve Wereld. Dus mocht je wat gemaakt hebben van mij en je wil het laten zien, kan je gewoon op Facebook doen. Ik vind het natuurlijk heel erg leuk als je er ook bij vernoemt dat het vanuit een tutorial van mij gebeurd is. Dat waardeer ik heel erg. Maar er komt dus geen aparte Facebookgroep van mij. Maar ter compensatie daarvan heb ik dus een apart Instagram-account aangemaakt. En via Instagram, mocht je dat hebben, kan je dus gewoon ook echt alles delen wat je gemaakt hebt van mijn tutorials. Ik heb ook een aparte hashtag aangemaakt, zoals je dat dan noemt op Instagram. En dat is gewoon hashtag Mike's Creatieve Wereld. Die volg ik ook. Dus mocht jij iets gemaakt hebben aan de hand van een van mijn tutorials en je plaatst hem op Instagram, dan kan je dus ook gebruik maken van de hashtag Mike's Creatieve Wereld. Ik zal hem ook even in beeld voorbij laten komen. Dan weten jullie wat jullie ervoor kunnen gebruiken. Dus ben je bekend op Instagram, dan kan je dus daar ook gewoon je projecten laten zien. En dan kan je in je beschrijving bij de foto die je dan plaatst, kan je dus de hashtag Mike's Creatieve Wereld gebruiken. En dan kan ik het ook zien, want ik volg die hashtag. Dus op die manier kunnen jullie dus ook gewoon mijn projectjes die jullie hebben gemaakt delen. Dus doe dat gewoon lekker op Facebook. Maakt niet uit op wat voor pagina je dat deelt. Gewoon lekker doen. Vind ik het wel heel erg leuk als je natuurlijk ook de verwijzing naar mij toe maakt. Dat
waardeer ik dat enorm. Maar er komt dus geen aparte Facebookgroep van mij op je op Facebook. Dat lijkt me nu wel duidelijk. Dus daarom Instagram. En als ik dan ook kijk naar de groei van mijn kanaal. Ik weet nog dat ik 31 december toen de terugblik op 2018 opnam. Dat was ook tevens mijn laatste kletspraatvideo die ik had gemaakt. En toen had ik rond, nou ja, bijna rond de 2100 abonnees. En dat vond ik toen al hartstikke gaaf dat ik dat al behaald had in die paar maanden dat ik toen bezig was. En we zijn nu eind maart, 22 maart. En mijn abonnees die zijn echt gigantisch gegroeid. In 3 maanden tijd heb ik er ruim 600 bij gekregen. Ik ben nu hard op weg om naar de 2700 abonnees te gaan. Dus dat is echt super gaaf. Daar ben ik heel erg blij mee. En jullie reageren ook allemaal echt super enthousiast. Elke keer weer als ik een video plaats op mijn kanaal. Dus dat vind ik echt hartstikke leuk. En ja, er komt gewoon nog heel veel aan. Ik ben nog met een hele hoop dingen bezig. Dus hou mijn kanaal gewoon in de gaten daarvoor. En ja, voornamelijk nu heb ik heel veel reviews op mijn kanaal staan. Van garens, van haaknaalden, ook van pomponmakers. En daar gaan dus nog wel een aantal video's van komen ook. Omdat ik mede door de reviews jullie ook wil laten zien wat er allemaal te verkrijgen is. Bijvoorbeeld qua haaknaalden. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het haken met ergonomische haaknaalden. Want dat werkt gewoon voor mij het prettigst. Gewoon zo'n recht toe recht aan stalen haaknaald. Dat voegt mij gewoon niet, want ik krijg gewoon echt enorme last van mijn handen. En daarom gebruik ik dus ergonomische haaknaalden. En ik heb via AliExpress al verschillende malen heb ik setjes met haaknaalden besteld. En die review ik dus. Gewoon om aan jullie te laten zien wat er zoal te krijgen is. En er is af en toe ook wel wat bij dat je echt denkt van nou, dat is het geld echt niet waard. Er is dus ook al echt een set in de kliko beland. Omdat het gewoon echt troep was, om het even plat te zeggen. Dus ja, dat tref je helaas ook op AliExpress. Maar over het algemeen tot nu toe de haaknaalden die ik gereviewd heb en die dus ook op mijn kanaal staan, die vallen enorm mee. En daar haak ik ook gewoon echt prettig mee. En er komen nu nog, even denken, 3 sets aan. Ik heb nog 3 sets liggen die ik dus nog moet filmen. En die komen dus nog als review op mijn kanaal te staan. In de toekomst zullen er ook nog andere haaknaalden komen. Dan zal ik ook proberen de merken haaknaalden te gaan reviewen, zodat jullie ook echt een beetje een breed beeld krijgen van wat er zoal te verkrijgen is aan haaknaalden. En wat ik dus persoonlijk zelf prettig vind werken en wat ik niet prettig vind werken. Ik moet er wel bij zeggen natuurlijk dat het mijn mening is. Het is mijn manier van vasthouden, mijn manier van haken. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor jou niet werkt. Maar het is gewoon eventjes om jullie een indruk te geven hoe een haaknaald, ja, bevalt. Dus dat, daar ben ik dan mee bezig. En er komen ook nog een aantal video's over pomponmakers. En er zijn er al een aantal geweest die hebben dan zoiets van, ja, maar je gebruikt ze op een verkeerde manier. Of ja, als ik het zo doe, dan worden ze voller. Dat snap ik. En daar heb ik ook alle respect voor. Natuurlijk, jullie mogen je mening ook geven. De pomponvideo's die zijn puur en alleen bedoeld om instructie te geven hoe ze werken. Want daar zijn natuurlijk ook een hele hoop verschillende in te verkrijgen. Ik heb zo bijvoorbeeld de eerste die ik deed, die van de Seema gedaan. En die heb ik toen gedaan omdat er toen toch ook wel heel veel vragen waren over hoe die dingen werkten. Want op Facebookgroepen heb ik die vraag voorbij zien komen. Dat ze dat hadden gekocht, maar totaal geen idee hadden van hoe dat ding werkte. En daarom had ik toen ook die tutorial opgenomen om te laten zien hoe die niet werkt. Dus met de beschrijving die erbij zit, werkt die niet. En ik heb daarna laten zien hoe die dus wel werkt. En ja, het pomponnetje wat ik ermee gemaakt heb, dat was niet echt heel vol. Zou je voller kunnen maken door meer garen te gaan gebruiken. Maar het was mijn intentie alleen om te laten zien hoe die werkt. En dat is dus ook zo met de toekomstige review video's van pomponmakers. Die zijn gewoon echt puur en alleen bedoeld om te laten zien hoe die werkt. Dus het is niet echt een review, het is meer een instructievideo van hoe die pomponmaker werkt. Uiteraard kan je het ook op andere manieren doen. En daar heeft Von een hele mooie video voor gemaakt. En mocht je die video nog niet gezien hebben, maar wel willen zien, want zij doet het echt op de huistuin een keukenmanier. Door gewoon dingen te pakken die voorhanden zijn. Dus bijvoorbeeld een kartonnetje of een vork of je vingers.
Dus dat is dan weer een hele andere manier van pompons maken. Dus mocht je dat willen weten, dan zal ik die link ook eventjes hieronder in de beschrijving neerzetten. Zodat jullie ook daar eventjes kunnen naar gaan kijken om te zien hoe je dus ook op andere manieren zonder apparaatjes die pompons kunnen gaan maken. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de algemene dingen tot nu toe. Ik heb dus een eigen website, eigen Instagram account met een eigen hashtag waar je dingen op kan laten zien. En ja, er staat nog een hoop op de planning en dat ga ik ook eventjes stap voor stap met jullie doornemen. Nou, voor ik ga beginnen met de dingen die op de planning staan, wil ik eerst nog eventjes een terugblikje doen op alles wat ik de afgelopen tijd gedaan heb. En dat is ook best veel. Dan begin ik eventjes bij mijn Tunische stekensjaal toch nog eventjes. Ik heb hem al vaker voorbij laten komen, maar dit was mijn eerste reeks met volwaardige tutorials. En die loopt ook nog steeds heel erg goed. Ik zie gewoon dat die dagelijks nog echt best vaak bekeken wordt. En ja, het is ook gewoon een heel leuk project om te maken. De sjaal bestaat uit 9 steken. Elk stukje uit de sjaal is een aparte steek. En ik had in eerste instantie zoiets van, ja, ik kan per steek wel een aparte tutorial gaan opnemen. Maar het is misschien veel leuker om die steken gelijk te combineren in een project. Dat maakt het ook gelijk leuker om aan een project te werken. Plus je leert ook hoe je dan een tunische steek kan gaan wisselen. En ik heb daarbij ook laten zien dus hoe je makkelijk om je tunische haakwerk een randje vaster kan haken. En ook daarbij laten zien hoe je dus franjes kan bevestigen. En ja, dat zeg ik, dat is nog steeds een hele populaire tutorial. Die wordt nog steeds volop bekeken, dus dat vind ik echt super leuk dat die nog steeds zo lekker bekeken wordt. Dus mocht je hem ook gemaakt hebben en mocht je een Instagram account hebben, hashtag Mike's Creatieve Wereld. Als je hem dan eventjes laat zien op Instagram, dan kan ik ze ook allemaal zien. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om het te zien. En anders uiteraard misschien ergens op Facebook. Ik ben lid van een aantal Facebook groepen ook wat betreft haken. Dus laat ze vooral lekker zien. Dan een andere tutorial van mij die ik had gemaakt. Dat was deze kool. Ook wederom weer een sjaal. En daar maakte ik gebruik van hoofdstokjes. En die gaan dus de hele tijd heen en weer totdat je hem echt in de lengte hebt. En daarbij laat ik dan zien hoe je hem kan sluiten. En ik vond het ook een heel erg leuk project om te maken en op te nemen. Omdat je met deze steek ook een beetje een gebreid effect krijgt. Ook omdat de randen toch ook wat omkrullen. Dat heb je bij een breiwerk ook vaak wel, dat het wat omkrult. Dus dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ik heb daarbij ook nog een muts gemaakt. Een bijpassende muts met dezelfde techniek. En daarbij liet ik jullie ook zien hoe je op een makkelijke manier een pompon kon bevestigen. Die je dan ook weer makkelijk los kan maken. En dat heb ik ook nog als een apart tutorial opgenomen. Dus dat vond ik ook wel een hele leuke tip om aan jullie te geven. Dus vandaar dat ik ook een apart tutorial nog voor opgenomen had. Dus het is nu lente. We hebben hier nu eventjes niks meer aan. Maar voor komende winter is het natuurlijk wel weer een hele leuke set om te gaan maken. Dan heb ik ook nog een deken eindelijk weten af te ronden. Die heb ik voor mij al een keertje eerder behandeld ook. En die heb ik toen gemaakt met een colorpack van scheepjes. Een colorpack Riverwast en Stonewast XL. Dat waren allemaal van die hele kleine 15 grams bolletjes. En ook nog 10 grote bollen van het garen heb ik erbij gebruikt. En daar heb ik dus de Chef Rainbow deken mee gemaakt. En die is af. Ik ben er heel erg blij mee. Het is een lekkere wegkruipdeken voor op de bank. Hij is niet mega groot. Maar gewoon lekker om onderweg te kruipen op de bank. En het leuke ook aan deze deken was dus dat je elke toer een nieuwe kleur gebruikt. Dus je start ook elke toer weer met een nieuwe aanhechting. En die draadjes hoef je dus niet weg te werken. Je laat die gewoon hangen en met het restje van het bolletje maak je een franje. En er zijn dus ook gelijk je draadjes compleet weggewerkt. Dus het was echt een heerlijk project. Ik hoefde geen enkel draadje weg te werken. Ik maakte er gewoon een franje van en klaar is de deken. Dus die heb ik eindelijk af. En dat
Is wel een deken die voor herhaling vatbaar is. Ik heb nog een aantal color packs van scheepjes staan ook. Dus ik overweeg eventueel om daar dus nog een keer zo'n deken mee te gaan haken ook. Mocht je nou ook geïnteresseerd zijn in deze deken, dan zal ik ook eventjes een link plaatsen, ook weer onder in de beschrijving van deze video, naar het patroon. Want het is een patroon wat geschreven staat op een blog van Carmen Jorissen van de website New Leaves Designs. En Carmen is een van de 12 scheepjesbloggers. En zij heeft deze deken dus ontworpen. En op haar blog vind je dus het patroon ervan. Dus mocht je ook eventueel deze hele leuke, makkelijke, lekkere, weghaakbare deken willen maken, ga dan eventjes naar de beschrijving onder deze video. Klik dan eventjes op de link naar haar site. En dan kan je het patroon daar vinden. Dan had ik ook nog uit de Simply Haken van de afgelopen maand deze tas gemaakt. In de Simply Haken werd hij met ander garen gemaakt en was hij dus ook daardoor een stuk kleiner en werd een rugtas. Ik heb hem dan gehaakt met drops pers, dus dat is echt een dik katoen. En ik heb een deel van de bovenste rand weggelaten omdat hij gewoon echt te groot werd anders. En het was een rugtas, maar ik heb er een schoudertas van gemaakt. En als je toevallig de video hebt gekeken op visite bij nummer 3, zo uit mijn hoofd, dat ik met Forne en Simon op de handwerkbeurs was in Zwolle, heb je hem waarschijnlijk ook voorbij zien komen. Want deze had ik dus mee naar de handwerkbeurs. Dit was mijn shoptas. En die was ook lekker gevuld. Dus die heb ik dus ook afgemaakt. En die heb ik dus ook echt speciaal gemaakt voor tijdens de handwerkbeurs. En dit is dus de bodem. Erg leuk. En dit is dus het patroon op de zijkant. En zoals ik al zei, ik heb hem dus iets aangepast. Ik heb een stuk van de bovenrand heb ik weggelaten. En ook de schouderband heb ik zelf aangepast. Want dat was een ander patroontje wat erin zat. Maar daar heb ik dus zelf een eigen patroon opgemaakt. En het koord wat er doorheen geregen is, dat heb ik ook gewoon gedaan door middel van twee losse kettingen. En die heb ik dan aan elkaar geknoopt en deze leuke kwastjes eraan gemaakt. En zo heb ik er eigenlijk een eigen touch aangegeven aan deze tas. En dat is echt super goed bevallen. Ik heb daardoor ook inspiratie gekregen om er zelf één te ontwerpen. En daar ben ik momenteel mee bezig. Er gaat wel wat tijd in zitten natuurlijk, want je moet eerst het patroon uittekenen. En dan moet je ook gaan kijken in de tekening waar je de meerderingen moet gaan plaatsen en zo. Dus dat is wel eventjes een klusje. Maar ik ben dus bezig om hier ook een tas zelf mee te gaan ontwerpen. En als dat ontwerp klaar is, wordt het ook een tutorial voor jullie. Dus dat gaat er aankomen op mijn kanaal. Wanneer weet ik niet. Ik ga ook niet beloven dat die binnen 3 maanden erop staat. Dat kan ook nog wel een jaar duren. Maar die gaat dus in de toekomst als tutorial op mijn kanaal verschijnen. Want daarmee kan ik jullie dan ook leren hoe je dus in het rond zo'n patroon leuk erin kan gaan haken en hoe je dus vervolgens ook een patroon in de hoogte erin gaat haken. Want je moet met een meeloopdraad werken ook. Dus dat gaat in de toekomst sowieso komen. Een eigen ontworpen tas. En op de korte termijn komt er nog een tutorial voor hoe je deze leuke kwastjes kan maken. Dat is ook echt een hele leuke manier. Dus die gaat binnenkort ook komen. Dus die heb ik ook afgerond. En dan heb ik hier nog projecten op de grond liggen die ik straks ga behandelen. Maar dat zijn voor toekomstige tutorials. Verder heb ik eigenlijk op het moment alleen maar lopende projecten nog steeds. En het erge is dat ik dus nog steeds projecten erbij ga pakken ook. Dus het wordt er alleen maar meer in plaats van dat ik aan het afronden ben. Dus dat is best wel frustrerend af en toe. Dan denk je van, nou, eindelijk ga ik een projectje afmaken. Maar dan zie je weer wat leuks en dan start ik dus weer iets opnieuw op. Dus ja, er is op dit moment nog niet echt heel veel te laten zien wat ik dus echt afgerond heb de afgelopen tijd. Want er is eigenlijk alleen maar bijgekomen. Dus ja, tijd om te gaan behandelen waar ik mee bezig ben en wat er in de toekomst gepland staat. Nou, dan eventjes de toekomstige dingen die jullie kunnen gaan verwachten op mijn kanaal. Allereerst het braaien, want dat heb ik herontdekt.
En ik vind het echt superleuk om te doen. En de reden dat ik breien herontdekt heb, is omdat ik geleerd heb via YouTube-instructies ook om continentaal te breien. En dat heeft er voor mij voor gezorgd, dus dat ik echt het breien weer onwijs leuk vind om te doen. Ik heb inmiddels al twee tutorials op mijn kanaal staan van breien. Ik laat jullie op een manier zien die mij ook aangeleerd is hoe je steken op kunt gaan zetten om mee te beginnen met breien. En ik heb jullie de basistechniek laten zien van hoe je normaal breit. En dat was naar mijn idee de Europese manier. Maar ik heb inmiddels vernomen door reacties onder de video's dat het ook wel de Amerikaanse manier van breien is. Dus een pen onder je arm en dan van links naar rechts breien. En dan moet je natuurlijk de hele tijd die draad om je naalden heen slaan. Maar die techniek laat ik zien. En ik laat daarna ook zien hoe je continentaal breit. En echt, sinds ik dat continentaal breien ontdekt heb, ik vind het heerlijk om te breien. Dus de tutorials die eraan gaan komen, die laat ik gelijk maar even zien. Want de tutorials die er dus nu staan, die zijn van het opzetten van steken en het continentaal breien wat ik jullie laat zien. En er komen dus tutorials aan voor breiprojecten. En ga nou niet gelijk het hele moeilijke spul verwachten, want zover ben ik zelf ook nog niet. Nou, we beginnen gewoon simpel. En waar we mee beginnen, en het is ook echt het perfecte tijdstip van het jaar om daarmee te gaan beginnen, dat is deze koolsjaal. Deze heb ik gebreid op een rondbreiring. En, of op een rondbreiring, op een rondbreinaald. En dat laat ik ook in de tutorial zien natuurlijk hoe je dat doet. Het is niet zo dat ik jullie eventjes laat zien hoe je continentaal moet breien. Hup, we gaan met de rondbreiennaald aan de gang. Ik laat jullie ook zien hoe je dus ook gewoon moet breien op een rondbreinaald. En het klinkt heel lastig, maar dat is het echt helemaal niet. En zeker niet op de continentale manier. Het is echt super makkelijk om te breien. Dus dat is deze kool. Die heb ik dus helemaal in het rond gebreid. De hele tijd in spiraal gebreid. En die heb ik vervolgens dus onzichtbaar aan elkaar gezet. En dit is dus de naad, waar die ik dus nu vasthoud. Hier loopt de naad. En zoals je ziet, het is bijna niet te zien. Het enige waar je het aan merkt dat hier dus de naad zit, is omdat het ietsjes dikker is. Want wat gebeurde dus met het vastzetten ook, dat je die dikke kabel die je normaal gesproken ziet, dus nu aan de binnenkant ziet en niet meer aan de buitenkant. Dus dat maakt hem dus gewoon echt helemaal mooi onzichtbaar gesloten. Maar dit is dus de eerste breitutorial voor een project wat op mijn kanaal gaat verschijnen. De video is al klaar, maar dat is natuurlijk logisch, want ik zit hier met de kool in mijn handen. En wanneer ik hem ga uploaden, weet ik nog niet zeker, maar hij komt op de korte termijn komt hij op mijn kanaal. Dus daar gaan we deze koolsjaal gewoon lekker breien. En daarbij komt de volgende tutorial en dat is een gebreide muts. Die doen we ook op de rondbreinaald. En daar laat ik jullie dus zien hoe je een boordsteek kunt gaan breien. En daarna gaan we gewoon alleen maar weer recht breien, net zoals in de koolsjaal, dus gewoon lekker makkelijk. En dan laat ik jullie ook daarna op een hele makkelijke manier zien hoe je de muts sluit. Dus we gaan geen steken afkanten of iets. We doen het gewoon lekker makkelijk. Draad er doorheen, dicht trekken, draadje wegwerken en klaar. Maar ook die tutorial komt dus op de korte termijn op mijn kanaal te staan. Dus dat zijn de eerste twee breitutorials van mij. Die gaan verschijnen. En dat zeg ik, qua seizoen komt het niet echt heel erg lekker uit. Maar het is gewoon een lekker project om te gaan oefenen met breien op een rondbreinaald en op een continentale manier. Dus ik vond het wel een hele leuke om daarmee te gaan starten. En daarbij heb ik mezelf nu ook, doordat ik continentaal kon breien, heb ik een poging gewaagd tot het breien van sokken. En het is me ook gelukt door middel van sokkenbreinaalden. Dat zijn dan van die dubbelpuntige naalden zijn dat. En daar brei je dus ook mee in het rond. En als ik tussendoor in een over haken heb of wat dan ook, ik heb het nu nog steeds over breien, maar omdat ik zo'n haakfanaat ben, wil ik breien af en toe nog wel eens haken noemen. Dus we hebben het nu toch gewoon over breien. Dus mocht ik tussendoor het over haken hebben, het gaat over breien dus. Maar goed, mijn eerste gebreide sok is een feit. Dit is hem.
En ik heb het mezelf gelijk ook lekker makkelijk gemaakt door een toe-up sok te breien. En een toe-up sok betekent dus dat je met de teen begint en dan de voet gaat breien, daarna de hiel en dan de rest met het boord. Alleen het boord, het afkanten, dat is dus wel strak gebeurd. Ik kreeg het niet echt makkelijk onder de knie hoe ik dat makkelijk kon afhechten. Dus daar ga ik me nog even wat verder in verdiepen. En het punt waar ik echt het meeste tegenop keek, dat was de hiel. En achteraf hoorde ik dus ook dat de hiel altijd het moeilijkste gedeelte is van een sok breien. Maar het is me gelukt. En de hiel die ik erin heb gezet, dat is dan de Duitse verkorte rijenhiel, heet die volgens mij. German Short Rose heet het in het Engels. Maar die is me dus ook gelukt. En ik had op dit punt ook enorme gaten zitten. En dat schijnt ook heel normaal te wezen, want je gaat op een gegeven moment, als je die hiel klaar hebt, weer in het rond verder om het boord te maken. Maar ik heb gewoon zelf wat zitten rommelen en ik heb het voor elkaar beter te krijgen, dus dat het gat helemaal gesloten werd. Dus ik ben enorm trots op mezelf dat ik dit heb weten te redden. Maar dan moet ik ook Carmen van, of Carmen Jorissen, dus ook wederom van die website van deze deken. Carmen die heeft op haar website ook een hele uitgebreide uitleg staan van hoe je deze sok kan breien. Zij breidt hem dan alleen nog wel echt met een patroontje bovenop hakken. Maar dat heb ik er dan uitgelaten. Ik doe echt alleen maar recht toe recht aan breien. Maar zij heeft echt helemaal stap voor stap uitgelegd staan op haar site hoe je deze toe-up sokken dus kunt breien. En daarbij heeft ze ook hele mooie duidelijke tutorials gemaakt. Die zijn wel in het Engels, maar daar heb ik zelf persoonlijk niet zo heel veel moeite mee. Dus ik heb die tutorials aangezet. Ik heb het patroon erbij gepakt wat ze had geschreven. En aan de hand daarvan ben ik dus gaan breien. En dit is dus het resultaat. Ik ben er echt mega blij mee. Dus bij deze wil ik daar Carmen ook natuurlijk heel erg voor bedanken. Dat ze dit voor elkaar heeft weten te krijgen bij me. Als echte haakfanaat toch aan het breien geslagen. En het zelfs gered om een sok te breien. Dus ja, mocht jij hier ook interesse in hebben, ga dan ook eventjes naar haar website. Die staat onder in de beschrijving. En ga dan ook gewoon eventjes kijken bij het patroon van haar sok dus. En daarbij ook eventjes de tutorial volgen van haar sok. Ze heeft meerdere tutorials staan waar ze het echt stap voor stap heel mooi uitlegt allemaal. En mijn volgende stap, en dat is ook door middel van haar tutorials, is het sokkenbreien op een rondbreinaald. Want dat is dus ook mogelijk. Ik heb al een keer een poging gewaagd. Die was helaas mislukt, maar dat kwam omdat ik gewoon niet de goede breinaalden ervoor had. Want ik heb acryl rondbreinaalden met verwisselbare punten, maar acryl naalden werkten daar niet echt heel erg lekker voor. Dus ik heb nu een set met metalen breinaalden besteld. Die komt als het goed is morgen ook binnen. En dan ga ik het nogmaals proberen, want ik wil het wel echt onder de knie krijgen. Het breien op een rondbreinaald van sokken. Ook een toe-up. En daarbij wil ik dus dan ook gaan melden dat ik het ook overweeg om in de toekomst, als ik de techniek onder de knie, goed echt onder de knie heb, om ook sokken tutorials te plaatsen op mijn kanaal. En dan ben ik van plan ook om tutorials te maken van een sok toe-up, zoals ik dus dat nu heb gedaan. Dus van de tenen omhoog. Met sokkennaalden en met een rondbreinaald. Mocht ik die techniek onder de knie kunnen krijgen. En ik wil dan ook sokken tutorial gaan maken, waarbij ik laat zien hoe je een sok maakt van boord naar teen. Dat is dan een cuff-down sok. Die moet ik zelf nog wel gaan maken ook. Ik heb er een keer een begin mee gemaakt, maar toen kwam ik de tutorials tegen van Carmen. Dus toen heb ik hem uitgehaald en ben ik deze begonnen. Maar dat is dus een overweging van mij om eventueel te gaan doen in de toekomst, als ik de techniek goed onder de knie heb, om dus ook een sokken tutorial reeks te gaan maken. Ik heb op Facebook bij Fornis Creaties op de groep toen ook foto's geplaatst. En toen heb ik al heel veel reacties onder die foto gekregen ook, dat er toch wel heel veel mensen in geïnteresseerd waren ook. Dus ja, nu ik het gered heb, overweeg ik het ook echt
om te gaan doen om sokken tutorials te maken. Daarbij ook weer, ik heb geen idee wanneer dat gaat gebeuren en wanneer die video's gaan verschijnen. Maar de intentie is er in ieder geval. Het staat op mijn to-do-lijstje. Maar dat zeg ik, dan ga ik gewoon eerst zelf meer oefenen. Want dan kan ik het ook beter uitleggen aan jullie en ook beter in beeld brengen natuurlijk. Dus ja, dat is mijn hele breiavontuur inmiddels. Ik ben er zelf ook echt helemaal verbaasd over dat ik het onder de knie gekregen heb. En dat ik het gewoon ook weer echt heel erg leuk ben gaan vinden. Dus dat staat in ieder geval in de planning voor aan video's op mijn kanaal. Verder, dat heb ik er ook in het begin van die video natuurlijk al gezegd, komen er nog een aantal review video's van AliExpress naalden. Ik heb nog 3 sets liggen, waarvan ik een aantal al opgenomen heb en een aantal dus nog moet gaan opnemen. Dus die gaan nog komen. Er gaan ook nog video's komen van pomponmakers. Dat heb ik natuurlijk ook al in het begin van de video gezegd, dat eraan zit te komen. Dus die reviews, die staan in ieder geval nog gepland. Uiteraard staan er ook nog reviews van, of tenminste niet echt een review, maar unboxings gepland van de Ilabox. Want daar ben ik abonnee van en ik krijg hem trouw elke maand opgestuurd. Elke maand is het een feestje om hem uit te pakken. Dus daar gaan ook geheid nog vaker unboxing video's van komen. Omdat ik dat gewoon echt onwijs leuk vind ook om te doen. Dan heb ik ook nog reviews gepland staan voor verschillende soorten garens nog. Waaronder dus ook scheepjesgarens. Die ga ik er nog reviewen. En daarbij zijn een aantal bolletjes van scheepjes echt te erg qua kwijlniveau. Dat heb ik inmiddels al ervaren ook. Het zijn echt kwijlbollen. Dus daar komen nog reviews van. Welke dat zijn, dat hou ik nog even lekker geheim. Dat gaan jullie vanzelf zien op mijn kanaal. En daar wil ik ook gelijk eventjes bij zeggen van de scheepjesschades, dat bekostig ik echt zelf. Ik word niet gesponsord door scheepjes. En ik weet ook van scheepjes dat die niet aan sponsoringen doen. Ze doen dan nog wel eens gesponsorde callprojecten en dat soort dingen. Maar dat zijn echt projecten die scheepjes zelf uitkiest. Ik heb zelf scheepjes wel eens een keer benaderd om te vragen voor een sponsoring. Bijvoorbeeld voor mijn pop- en partydeken heb ik gevraagd of ze konden sponsoren. Maar dat doen ze dus gewoon echt niet. Scheepjes kiest zelf de mensen uit die ze willen sponsoren. Dus ik sluit niet uit dat het misschien in de toekomst gaat gebeuren. En heel stiekem zou ik het ook natuurlijk wel hartstikke gaaf vinden als dat gebeurt. Maar momenteel word ik dus niet gesponsord door scheepjes. De garens die ik laat zien, die heb ik zelf bekostigd. En af en toe best prijzig ook. Maar ik heb zoiets, af en toe moet je jezelf ook gewoon kunnen verwennen met eventjes een iets luxer garen. En dan moet je wel wat dieper in de buidel tasten. Maar ja, dan heb ik er op dat moment dan wel voor over. Mijn eerste video's die ik heb opgenomen toen met garen reviews van scheepjes als de Colorpex, die waren wel gesponsord. Maar verder zijn de video's dus niet gesponsord van scheepjes. Mocht ik wel gesponsorde video's gaan maken, vermeld ik dat ook in mijn video's. Want dan ben je dan ook min of meer wel verplicht naar de sponsor toe natuurlijk. Maar als jullie mij dus niet over sponsors horen praten of wat dan ook, is het dus geen gesponsord iets. Dan heb ik het of gekregen van iemand, of ik heb het zelf bekostigd. Dus dan heb ik dat ook gelijk eventjes duidelijk gemaakt. En ook eventjes iets van de garens die ik dan ga reviewen. Scheepjes, dat is mijn favoriete merk qua garen. En het is ook niet het goedkoopste merk. Dat ben ik me bewust van. Maar ik wil jullie wel gewoon mee kunnen nemen ook in de ervaring die ik heb met scheepjes garens. Ik wil dat gewoon graag met jullie delen, ook omdat ik gewoon echt fan ben van het garen. En mocht je ooit een keertje gewoon echt zoiets hebben van, nou, ik heb nu gewoon lekker een keer geld over, ik wil me echt een keer verwennen, dan kun je dus door middel van mijn reviews eventueel overwegen om een keertje een wat luxe garen aan te schaffen. En dat kan dus dan bijvoorbeeld scheepjes zijn. Dus eigenlijk bij dat oogpunt maak ik mijn review video's van de scheepjesgarens. Gewoon om jullie er ook kennis mee te laten maken, maar ook gewoon om te laten zien wat voor kwaliteit scheepjes heeft en wat voor soorten garen ze allemaal hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje de intentie ook achter de reviews van de scheepjesgarens. En nogmaals,
Als ik niet meld dat het gesponsord is, dan heb ik hem dus zelf bekostigd. Goed, dat was dus eventjes het kopje sponsoring en reviews en unboxings. Een project wat ook nog op de planning staat en wat ik ook ga filmen als tutorial, heeft alles te maken met deze doos. Of nou ja, eigenlijk dozen. Want ik heb hier nog een doos waar ook van allerlei restjes in zitten. En ja, ook dit zijn scheepjesgaren, omdat ik er heel veel mee werk. Dit is dan de Soft Fun. En dit is een hele doos vol met Riverwurst en Stonewurst XL restjes. En daar heb ik een heel leuk idee mee. Ik moet alleen even kijken of het ook uitpakt zoals ik het in mijn hoofd heb. En als dat dus gebeurt, wordt het ook een tutorial. En die tutorial is niet specifiek gericht op scheepjes. Ik gebruik dan scheepjesgarens omdat ik daar gewoon echt heel veel restjes van heb. Omdat ik natuurlijk heel veel met scheepjes werk. Met garen. Dus daar ga ik niet die restjes dan voor gebruiken. Maar mocht het project dus uitpakken zoals ik dat wil. Het project is gewoon te maken met allerlei soorten restjes die je maar hebt. En je hoeft er niet eens restjes voor te gebruiken. Je kan er ook gewoon nieuwe bollen voor gebruiken. Maar dat staat dus in ieder geval in de planning. Als video. Dat zeg ik, ik moet zelf nog eventjes mee aan de gang gaan. Om te kijken of het ook uitpakt zoals ik het wil. Dus mocht het gaan gebeuren. Dan komt die video op mijn kanaal. En dan ga ik hem ook filmen. Een andere tutorial die ik ook gepland heb staan. En dat heb ik nu toevallig niet bij me hier. Maar dat maakt ook verder niet uit. Dat is ook een hele leuke tutorial vind ik zelf. Want ik ga jullie laten zien hoe je zelf garen kan gaan maken. En ga dan niet denken van, oh jee, hij gaat met de spinnenwiel aan de gang en al dat soort dingen. Dat ga ik niet doen, want ik heb geen idee hoe dat werkt. Nee, ik ga gewoon oude t-shirts gebruiken. En die ga ik kapot knippen. En er is een speciale techniek voor het knippen van die t-shirts. Waardoor je ze dus kan opdraaien tot een bol garen. Dus dan heb je echt t-shirt garen heb je. Dus mocht je oude t-shirts hebben liggen, gooi ze niet weg, bewaar ze, want er gaat dus een tutorial aankomen waarin ik laat zien hoe je die t-shirts dus kan omtoveren tot eigen garen, t-shirt garen. En dat garen kan je vervolgens weer gebruiken om bijvoorbeeld hele leuke deurmatten of gewoon vloerkleden mee te gaan maken. Dus bewaar je oude t-shirts, want die tutorial gaat er aankomen. Momenteel ben ik ook een tutorial aan het filmen met toestemming van Hobby. En die is ook deels gesponsord. Maar dat vertel ik dan in de desbetreffende video. Want ik heb van Hobby heb ik toestemming gekregen om een patroon van hun te verfilmen. En daarbij kan ik jullie ook dan uitleg gaan geven hoe je een patroon leest. Het is gewoon een heel makkelijk patroon. Het is een continue herhaling van hetzelfde. En daardoor kan ik jullie op een makkelijke manier alvast een beetje de basis leren van hoe je een patroon leest. Dus die gaat ook op de korte termijn verschijnen op mijn kanaal. Heb ik ook al meerdere malen in video's terug laten komen dat ik ook nog een ander project van Hobby heb wat gesponsord is. Wat nog gefilmd moet worden. Alleen ben ik er dus nog steeds totaal niet aan toegekomen om daarmee aan de gang te gaan. En dat had mede ook te maken met de slechte beeldkwaliteit van mijn camera. En dat ben ik eigenlijk vergeten te vertellen ook in het algemene praatje aan het begin van de video. Ik heb inmiddels een nieuwe camera. Ik film dit op mijn oude camera. Zo oud is hij nog niet. Maar dit is dus de camera waar ik in het begin alles mee filmde. En deze camera was dus ook de camera waar ik geen autofocus op had. Met als gevolg dus heel veel wazige beelden. En daardoor is het eigenlijk ook gekomen dat ik nog niet echt veel tutorials op mijn kanaal heb staan. Omdat het mij gewoon echt mega irriteerde dat mijn beeld gewoon zo enorm wazig was. Dat ik ook gewoon echt geen plezier meer had in het filmen van mijn tutorials. Want de tutorials die ik gefilmd had, heb ik dus ook allemaal weggegooid. Allemaal gewist. Want het was gewoon echt te slecht qua beeldmateriaal. Het was gewoon echt niet te zien. Dus het is allemaal weggehaald. Maar ik heb dus inmiddels een nieuwe camera. En die camera heeft dus wel een autofocus. Dus ik kan eindelijk tutorials maken met goed duidelijk beeld.
Zelfs al kom ik echt met mijn vingers heel dicht bij de cameralens, dan is het nog heel goed te zien allemaal. Dus daar ben ik super blij mee. Dus daardoor heb ik het plezier gekregen ook weer in het maken van tutorials. Dus als jullie mij met mijn giegel zo in beeld zien, dan doe ik het met deze camera. Dat is dus mijn eerste camera die dus geen autofocus heeft. Daar film ik dit dus mee. En alles wat jullie zien met mijn handen op beeld, dat is dus gefilmd met mijn nieuwe camera. Want daar zit dus de autofocus op. Dus die beeldkwaliteit is eindelijk zoals het hoort te zijn en zoals ik het wil hebben. Dus daardoor kan ik nu eindelijk tutorials gaan opnemen en die gaan dus ook eindelijk komen. Ik ben echt als een malle aan het filmen. Dus dat gaat er gelukkig aankomen. Maar dat project van hobby, want ik dwaal een beetje af, maar dat project van hobby dus wat ik gesponsord heb gekregen, dat ga ik dus filmen nu eindelijk. Moet even kijken wanneer ik dat ga beginnen. Het is ook wel een langdurig project, want ik moet een hele hoop uitleggen en een hoop laten zien. Dus het zal ook wel een lange tutorial worden. Maar die kan ik dus eindelijk gaan filmen. Dus daar ben ik erg blij mee. En ik heb ook nog een andere video die ik nog moet opnemen voor hobby. Dat is ook een gesponsord project. Dat ligt ook al een tijdje te wachten. Mede dus door de slechte beeldkwaliteit. Maar dat kan ik dus nu eindelijk gaan opnemen. Dus die staat ook nog in de planning. En ook heb ik in de planning het macramee staan uiteraard. Ik heb al een introductievideo van macramee op mijn kanaal staan. Waar ik eventjes behandel wat voor materiaal je allemaal kan gebruiken voor het macramee. Dus dat krijgt zeker weten een gevolg. Ik had ook een video al opgenomen waar ik de basisknopen liet zien. En op zich was hij te volgen. Wel wazig. Maar aangezien ik nu een nieuwe camera heb met autofocus, heb ik dus besloten om dat materiaal allemaal weer weg te gaan gooien en het opnieuw te gaan filmen. Zodat het ook echt gewoon goed duidelijk op beeld staat hoe die knopen gemaakt moeten worden. Dus die ga ik binnenkort ook opnemen. Dus er komt binnenkort de introductie voor de basisknoop van macramee ook op mijn kanaal te staan. En dan hoop ik ook echt op de korte termijn het allereerste projectje te kunnen gaan maken voor jullie qua macramee. Dus dan gaat het ook eindelijk beginnen. Dus die staat op de planning. En dan ben ik aan het rondkijken hier. En dan denk ik, ja, dat heb ik ook nog gefilmd. Want ik heb laatst een complete opruiming gehouden in deze ruimte. Dit is mijn Walhalla, mijn hobbykamer. En hier filmde ik tot voor kort ook al mijn tutorials. Maar het is dus veranderd. Ik film dus nu alleen nog hier als ik dus gewoon zo volledig op beeld kom. En alles wat op mijn handen gefilmd wordt, dat doe ik beneden aan de eettafel met licht aan. En dat gaat gewoon echt perfect. Dus daar zit ik dan tegenwoordig te filmen. Dus dit is nu gewoon echt mijn hobbykamer geworden en tevens opslag. En ik heb mijn hele opruimwoede die ik heb gehad gefilmd ook. En al dat materiaal, dat moet ik nog eventjes gaan samenvoegen tot echt een video. En dan kan ik die ook gaan uploaden op mijn kanaal. Dus die video staat ook gepland. Verder heb ik nog een ander project liggen. Wat al een hele tijd ligt. Maar wat ik echt binnenkort wil gaan afronden ook. En de reden waarom het eigenlijk zo lang duurde project is. Omdat ik er ook al voor aan het filmen was. Dan waren al voor een andere video. Maar dat schoot gewoon voor geen meter op. Dus dat materiaal heb ik allemaal weggegooid. Dus ik moet gewoon nu de testversie even afmaken en dan kan ik hem ook echt definitief gaan filmen. Dus dan kan die ook dat project dus als tutorial op mijn kanaal gaan verschijnen. Wat het project is, dat hou ik ook nog even lekker geheim. En dan nog een leuk nieuwtje, ook van wat op mijn kanaal gaat verschijnen. Dat zijn twee video's en die zijn aan elkaar gekoppeld. Dat is namelijk een video voor de uitdaging. Ik ben namelijk door Forne uitgedaagd om mee te doen aan de uitdaging die zij al een tijdje heeft samen met Siem. En Siem heeft op haar kanaal de complete afspeellijst staan met alle video's van de uitdaging. Ik zal die afspeellijst ook eventjes hieronder in de beschrijving neerzetten. En kort gezegd, eventjes uitgelegd wat de uitdaging is. De uitdaging is tussen Forne en Siem. Forne is die toen begonnen. Die heeft toen een mandje gehaakt. Met als bedoeling dat daar allemaal badkamerspulletjes in moesten gaan komen. Ook gehaakt. En Forne maakte het mandje. Siem maakte hem na.
En die kreeg de opdracht om dus iets te gaan hacken wat dus in dat mandje geplaatst moest worden. Nou, dat heeft Sim gedaan. Daagde Von vervolgens weer uit. En zo zijn ze dus over en weer continu bezig geweest. En toen hebben ze dus een hele reeks met spullen gemaakt voor in de badkamer. Toen hebben ze de boel verhuisd en zijn ze naar de keuken toe gegaan. Dan hebben ze wat keukendingen gehaakt. En laatste heeft Fonne, de laatste opgenomen als Granny voor de uitdaging. En daarbij werd ik dus heel leuk uitgedaagd ook om mee te gaan doen aan de uitdaging. Ze hadden me dat alleen nog niet medegedeeld, dus ik moest het horen via die video. Dus ik had wel zoiets van, oké, en nu? Maar ik ben de uitdaging aangegaan. Daar ben ik momenteel mee bezig. Ik hou nog eventjes lekker in het midden wat het is. Maar het is een gekoppelde video. Want ik ben dan nu met een testversie bezig om te kijken of het patroontje wat ik in mijn hoofd heb ook leuk uit gaat pakken. En die hele testprocedure ben ik inmiddels ook aan het filmen. Want ik ben dus dan dubbelop bezig. Als de testversie klaar is, ga ik de tutorial ervoor filmen. En die tutorial komt dus dan onder mijn, of komt dan op mijn kanaal te staan onder de uitdaging. Dus Von en Siem moeten die uitdaging dan ook uit aangaan. En die moeten het project ook na gaan haken. En vervolgens een nieuw ding gaan verzinnen, wat ik hun dus mee ga uitdagen. En het hele proces van ontwerp tot het online komen van de video film ik. Als zijn er een making of. En in die making of video laat ik dus zien hoe ik ga testhaken. Hoe ik tot het ontwerp gekomen ben. Hoeveel tijd erin gaat zitten voor het testhaken. Hoe ik vervolgens dus een tutorial opneem. Dus dat wordt ook een hele leuke uitdaging voor mezelf. Dat ik met mijn filmcamera bezig ben de tutorial filmen. En ondertussen met een andere camera aan het filmen ben. Hoe ik dus een tutorial aan het filmen ben. En daarna laat ik natuurlijk ook zien hoe je een video bewerkt en hoe ik hem upload. En eigenlijk alles wat erbij komt kijken om een tutorial te maken voor jullie, ga ik dus filmen. Zodat het ook voor jullie inzichtelijk is hoeveel werk het is om een video te maken voor YouTube. Dat lijkt me wel een heel erg leuk idee om met jullie te gaan delen. En in het kader van de uitdaging vond ik dat dus ook gewoon heel erg leuk als uitdaging om aan te gaan. Dus dat wordt een dubbele video. En die making-of video die komt pas online als de tutorial voor het project waar ik aan het filmen ben dus klaar is. En dan komt er, als ik genoeg materiaal heb, en ik denk inmiddels dat ik dat wel behoorlijk heb, dan komt er na de making of video ook nog een blooper video. Want alles klinkt altijd over het algemeen helemaal perfect. Nou, geloof mij, ik ben verre van perfect. Ik maak echt heel veel fouten. En al het materiaal heb ik ook bewaard. En er komt dus dan een aparte blooper video ook nog. En ik zit af en toe nog wel eens eventjes daartussen te kijken ook. En zelfs ik gier het uit van het lachen. Ik echt denk van mijn hemel, wat ben ik bezig. Dus die staat ook nog in de planning. Dus echt enorm veel ideeën, enorm veel plannen ook nog om te gaan doen met mijn kanaal. Dus het komende jaar is lekker gevuld. En nou schoot me net nog wat in mijn hoofd, maar dat is er ook weer uitgeschoten. En daar is het weer. ik heb inmiddels ook 2 Engelstalige tutorials op mijn kanaal staan. En daar heb ik ook wel hele leuke reacties op gehad. Ook een aantal niet leuke reacties. En die reacties die waren dus gewoon zo onvriendelijk dat ik ze ook verwijderd heb. Want ik vind het prima als je commentaar levert op mijn video, zowel positief als negatief. Ik vind dat prima. Ik sta echt open voor feedback en voor tips. Maar mijn vraag is dan wel om het gewoon eventjes een beetje vriendelijk te doen. En niet om mij gewoon compleet de grond in te trappen. Want daar ben ik gewoon echt niet van gediend. Dus die opmerkingen, die beantwoord ik ook niet eens. Dat is gewoon gelijk klik, delete en weg ermee. En als ik in de gaten krijg dat een persoon dat meerdere malen gaat doen bij mij, dus gewoon echt op een niet respectvolle manier reageren op mijn video's, dan blokkeer ik je ook op YouTube. Want ook op YouTube kan je geblokkeerd worden. Want daar hou ik gewoon niet van. Dat zeg ik, ik sta open voor feedback. Zowel negatieve feedback als
positieve feedback. Alle feedback is welkom. Mits het gewoon ook op een vriendelijke manier gedaan wordt. Iedereen wil gewoon vriendelijk behandeld worden. Dat wil ik ook. En omdat ik met mijn giechel op YouTube kom, geeft het niet jullie het recht om mij gewoon compleet af te branden. Als je het ergens niet mee eens bent, prima. Respecteer ik ook. Mag je van mij ook uiten. Mits het dus op een normale, vriendelijke manier gebeurt. Gebeurt dat niet, dan verwijder ik gewoon je opmerking. Want daar ben ik gewoon niet van gediend. Dus dat eventjes als een serieuze opmerking. Maar om eventjes terug te gaan. Ik heb dus twee Engelstalige tutorials op mijn kanaal staan. Ik heb een tutorial in het Engels staan van hoe je op een makkelijke manier een pompoen op je muts kan zetten door middel van een knoop. Die tutorial heb ik ook in het Nederlands gemaakt. En ik heb mijn klavertje 4 opnieuw gefilmd en ook in het Engels gedaan. En de reden dat ik dat gedaan heb is omdat het mij verzocht werd om te doen. En ik heb toen gezegd van ik wil het proberen, maar ik kan je niet garanderen dat het lukt. Lukt het? Dan plaats ik het. Lukt het niet? Dan houdt het gewoon op. Mijn hoofdmoot is nog steeds Nederlands. Ik ben Nederlands. Nederlands is mijn moedertaal. Dat spreek ik vloeiend. Af en toe misschien niet helemaal perfect ABN. Er komt misschien een accentje naar boven toe. Dat maakt niet uit, maar mijn hoofdmoot is Nederlandse video's maken. Maar ik sluit niet uit dat er in het vervolg nog meer Engelstalige tutorials gaan komen. En dat doe ik omdat ik het leuk vind om te doen. En ook om mensen vanuit het buitenland meer keuzemogelijkheid te geven. En ja, er zijn heel veel Engelstalige tutorialkanalen, dat weet ik. Maar er zijn niet extreem veel mannen die kanalen hebben zoals ik mijn kanaal heb. Er zijn gewoon niet veel mannen die dus handwerken op YouTube. Ik wel. En dat was ook een van de redenen waarom ik mijn kanaal dus begonnen ben. Ik wil het taboe verbreken wat heerst onder de handwerkende man. En dat kan zijn met haken, met brei, met kantklossen, met macramé. Maakt niet uit wat. Mannen kunnen net zo goed als vrouwen die soort hobby's uitoefenen. En mijn kanaal wil ik gewoon ook gebruiken om het taboe te doorbreken. En het gebeurt al een klein beetje, dus daar ben ik al heel erg blij mee. Ik ben ook meerdere malen al echt herkend op de handwerkbeurs toen de tijd dat ik daar was. Toen de tijd, dat klinkt wel heel ver weg, dat was in februari. Maar ik ben er heel veel herkend ook en ik kreeg er echt superleuke reacties ook. Dus het begint een beetje te werken, dus dat vind ik heel erg leuk. Dus ik blijf daar ook mee doorgaan. Het blijft dus voornamelijk Nederlands. Ook heel veel haakgericht, omdat dat mijn favoriete hobby is. Komen breitutorials, komen macramé tutorials. Er komen misschien nog hele andere tutorials. Ik heb geen idee, daarom heb ik ook voor de naam Mike's Creatieve Wereld gekozen. Zodat ik echt alle kanten op kan gaan. Dus nog één keer, want ik merk alweer aan mezelf dat ik begin te raaskallen. Mijn kanaal is hoofdzakelijk Nederlands. Ik heb een Nederlandse naam aan mijn kanaal gegeven, Mike's Creatieve Wereld. Die blijft ook Nederlands. Maar ik sluit dus niet uit dat er Engelstalige tutorials komen. De tutorials die ik eventueel in de toekomst opneem in het Engels, zullen ook in het Nederlands zijn. Wat zeg ik? Mijn kanaal is hoofdzakelijk Nederlands, dus er komen Nederlandse tutorials op. De Engelse tutorials die eventueel gaan komen, die zijn dus ook in het Nederlands dan. Dus wees niet bang, ik ga niet overschakelen naar Engels. Ik blijf Nederlands doen. Met daarbij misschien af en toe eens een keer een Engelse tutorial. En dat is dan gewoon omdat het me gevraagd wordt. Of omdat ik het gewoon zelf leuk vind om te doen. En om dus ook het taboe te doorbreken op de handwerkende man. Om het eventjes breed te pakken. Dus dat. Hebben we dat ook gezegd. En dat is dan ook eigenlijk wel een beetje qua plannen, denk ik. Ja. Dus. Ik had verder eventjes niet bedenken. Dat is een beetje breed uitgemeten. Mijn stappenplan voor het komende jaar voor mijn kanaal.
Nou, dan nog eventjes één dingetje ter afsluiting van deze video, want het wordt alweer een aardig lange video. Ik heb inmiddels, zo uit mijn hoofd, goed gerekend, 3 op visite bij video's op mijn kanaal staan. En er staat er nog eentje in de planning, op de korte termijn ook. En daarna heb ik eigenlijk niks meer. Ik ben nog wel met iemand bezig om een op visite video te kunnen gaan maken. En ik hoop ook echt dat het doorgaat, want dat lijkt me echt onwijs leuk. Maar daarvoor wil ik dus nu eigenlijk een oproep gaan doen. Want mocht jij iemand kennen of ben jij zelf iemand die dus op het creatieve gebied bezig is. En dat kan wezen met breien, met haken, met macramé, met kantklossen, met spinnen. Maakt niet uit wat, al schilder je, het maakt echt helemaal niet uit. Heb jij een hobby die je graag zou willen delen? En die je ook eventueel graag met mij zou willen delen door middel van een video, dan kan dat. Je kan me uitnodigen om bij jou langs te komen, om een video op te komen nemen voor op visite bij. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Het enige is alleen wel, ik woon zelf in de kop van Noord-Holland. Dus het is wel eventjes een dingetje als jij bijvoorbeeld zeg maar helemaal zuidelijk in Limburg woont, want dan ben ik gewoon bijna 3 uur onderweg om bij je te komen. En ook weer 3 uur onderweg om thuis te komen. Dus dat houdt dan in dat we niet echt heel veel tijd meer overhouden om een video te maken. Maar goed, mocht jij dus iemand zijn of mocht jij iemand kennen die daar interesse in heeft om een video op te nemen samen met mij voor hier op mijn YouTube-kanaal, dan kan dat. Stuur mij daarvoor dan gewoon eventjes heel simpel een mailtje. En dat kan door het mailadres te gebruiken wat ik ook voor YouTube heb. Als je op het knopje over klikt op mijn kanaal, zie je ook mijn YouTube, of nou, dan zie je mijn e-mailadres, zie je ook staan. Maar ik zal hem ook eventjes door beeld laten komen en ook eventjes onder in de beschrijving zetten. Je kan mij mailen naar mijkscreatievewereld@gmail.com en vertel daarbij dan ook eventjes wat jouw hobby is of wat jouw interesse heeft of dat je een winkel hebt of wat je ook wilt laten zien. En vertel daarbij ook eventjes wat je van mij verwacht, wat je leuk zou vinden om in beeld te laten komen. En ook eventjes je adresgegevens, want het is natuurlijk ook wel handig als ik dan de keus maak om naar je toe te komen, dat ik ook weet waar ik naartoe moet komen. Dus mocht je daar interesse voor hebben om een op visite bij video op te nemen bij jou, dan kan je me dus een mailtje sturen en dan kunnen we kijken of we dat samen kunnen gaan bewerkstelligen. Dat lijkt mij in ieder geval wel heel erg leuk om meer op visite bij video's te maken, want die worden ook altijd erg goed ontvangen door jullie, merk ik. Dus bij deze de oproep dus om een op visite bij mede mogelijk te maken door jullie. Dus heb je een leuke hobby? Ben je een leuke winkel? Of ben je eigenaar van een winkel? Of heb je iets anders op creatief gebied wat je graag wilt delen met de rest van alle kijkers? Dan kan dat. Stuur dus dan eventjes een mailtje naar Mike's Creatieve Wereld. apenstaartje@gmail.com. En dan kunnen we even kijken samen of we dat ook daadwerkelijk kunnen gaan maken, een video samen. En dan wil ik het eigenlijk hierbij gaan laten. Ik heb al weer genoeg zitten kletsen. Dus ik haak en brei er een eind aan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het niet te chaotisch geworden is, want dat ben ik af en toe nogal. Dan begin ik echt als een malle te raaskallen. Maar ja, dat hebben jullie misschien wel gemerkt. Maar goed, excuus daarvoor. Dat ben ik. Heel erg bedankt dus voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden ook om een keertje een kletsvideo van mij te zien. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je je ook abonneert op mijn kanaal. Doe dat eventjes door te klikken op die welbekende rode abonneerknop. En druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je een melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. En dan gaan er een hoop aankomen. Heel erg bedankt voor het kijken dus. En ik zou zeggen, tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!